Een stelsel vergelijkingen met twee vergelijkingen, en dat zijn deze rijen, en twee variabelen, de x en de y. Nou, ik vraag me eerst gewoon af, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Kan ik hier een plaatje van maken? Dat kan. Je kunt namelijk dit omschrijven naar 3y is 4 min 2x. Kun je ook zeggen, oh, y is 4 derde min 2 derde x. Dan ontstaat er eigenlijk een vergelijking van een lijn met een startgetal en een hellingsgetal. Zie je dat? X-as en de y-as. Het startgetal is hier 4 derde. En de helling is min 2 derde. Nou, stel dat die zo loopt, zou ik hem eigenlijk een ander kleurtje moeten geven. Zo, ander kleurtje. Dus dan loopt die globaal zo. Hè, dat is die, deze vergelijking hoort bij die lijn. Klopt, hè? Negatieve richtingscoëfficiënt gaat naar beneden. Volgende. Hier zeg ik 5i is 1 min 3x, oftewel i is 1 vijfde min 3 vijfde x. Ga ik ook tekenen. Startgetal is 1 vijfde, dus ligt ietsje lager. En het hellingsgetal is min 3 vijfde, is 0,6. Loopt iets minder steil, hè? Dus dan zou je deze lijn kunnen verwachten. Ietsje minder steil. Zoiets. En deze vergelijking hoort bij die lijn. En wat zoeken we nou? Het snijpunt. En van dat snijpunt willen we de x weten en de y. En dat zijn precies die x en die y. Zie je dat? Dus een stelsel vergelijkingen. In dit geval zijn twee lijnen waarvan we het snijpunt willen bepalen. Nou, dat kan. Wat we gaan proberen is om of de x op te lossen of de y. Het maakt niet uit welke je als eerste doet. Maar we kijken naar het makkelijkste. Nou, het makkelijkste is volgens mij als je de x doet en dan zeggen we dan doen we deze keer 3 en die doen we keer 2. Nou, wat krijgen we dan? Ik ga deze hele rij met 3 vermenigvuldigen. Dat mag, hè, dat eerste teken is een weegschaaltje. En als ik alles met 3 vermenigvuldig, blijft dat weegschaaltje gewoon in evenwicht. Niks aan de hand. En straks zul je zien waarom we dat doen. 3 keer 2 is 6x. Plus 9i is 12. En de onderste 6x plus 10i is 2. Als ik die van elkaar aftrek, dan krijg ik namelijk hier 6x min 6x is 0. Nou, dan mag die wel weg, want dat is niks. 9 min 10 is min i is 10. Oftewel, i is min 10. Nou, die i, die ga ik invullen in, dan moet ik even kijken wat het makkelijkst is. Ik vind delen door 2 makkelijker dan delen door 3, dus ik ga die i invullen daar, bij die i. Let op. 2x plus 3 keer min 10 is 4. 2x min 30 is 4. 2x is 34. He, plus 30 links, plus 30 rechts. X is 17. He. Dus dan heb ik blijkbaar gevonden, x is 17. En y is min 10. Nou, het plaatje klopt natuurlijk niet. Maar daar gaat het hier ook even niet om. Nou is een hele belangrijke stap. En dat heet controle. We gaan nu die x en die y invullen in bijvoorbeeld de onderste vergelijking. He, dus als je de bovenste gebruikt om de y te berekenen, vullen we de waardes in de onderste. Komt die? 3 keer x is 17. Plus 5 keer i is min 10. En dat zou 1 moeten zijn, met een vraagteken. Weten we nog niet. Nou, 3 keer 17 is 51, denk ik, hè? 3 keer 7 is 21, ja, 51. Min 50 is 1. Klopt dat? Echt wel. Helemaal happy.